Hey, hallo, van harte welkom bij mij, Helene van Herleven. Superleuk dat je kijkt. Ik zit hier in een soort holletje, of ik sta eigenlijk, een soort holletje van deze gewoon prachtige boom. Die is ook heel mooi hoog. En ik zal je zeggen, hier om het hoekje, daar is een hele mooie, ik weet niet of je het kan zien. Nee, dat zie je dan weer net niet, heb ik dat. Een hele mooie blauwe lucht, dus ik sta een beetje in de schaduw. En ik zal je zeggen, in dat prachtige licht hier is het zo makkelijk om een ongelooflijke dankbaarheid te voelen. En een ongelooflijke liefde daar te voelen. En ja, dat voel ik dus ook. Dus ik dacht, laat ik eventjes een videootje maken. Nou, en omdat er komt iemand langs, ben ik afgeleid natuurlijk. Maar dat geeft helemaal niks. Want de dankbaarheid en de liefde die ik gewoon voel, die wilde ik je even mee laten nemen. Want dankbaarheid en liefde is een hele hoge trilling. Die je op elk moment van de dag gewoon wel op kan roepen. En ik moet zeggen, het is makkelijker om het op te roepen als je de zon en leuke dingen voelt en ervaart. Maar de uitdaging, de uitnodiging zit er natuurlijk altijd in. Dat als wij even niet ons zo zonnig voelen, zeg maar, dat de donkerte er is, dat je dan toch weer intuit in die hoge trilling. Omdat het kan. En ja, dus mijn idee is altijd om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Dus als jij nou een gevoel van dankbaarheid en liefde in die hogere trilling wil en je weet niet zo goed hoe je dat op moet wekken. Als het zonnetje schijnt, ga met je neus naar buiten. Ga die zon voelen op je huid, want het is licht. Het is puur licht. En jij bent in je kern ook puur licht. Dus jouw ziel herkent dat. Jouw ziel herkent gewoon dat pure licht. En daarom is het ook zo leuk dat het licht gewoon hier zo van die ene kant de video binnenstraalt, weet je wel. Daarom sta ik ook even hier. Ik denk, wauw, het is de energie van licht. Dus ik hoop dat jij daar, dat ik jou op die manier zo een beetje mee daarin kan nemen. En dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouzelf om je te voeden met licht. En je te herinneren dat je licht bent en ook te herinneren dat jij een gevoel van liefde op kan wekken. En dat kan zijn voor niks. Zo van, ik voel het gewoon nu zomaar. Ja, gewoon, ben buiten en het voelt fijn. Maar soms kan je ook heel erg liefde voelen voor een persoon of voor een dier of voor een activiteit. Misschien heb je wel een hobby dat je denkt, oh, wauw, als ik dat doe, wauw, man, dan voel ik liefde. Of, oh, dan voel ik me dankbaar. Of als jij je handen was, dat je je dankbaar voelt, weet je wel. Denk gewoon eens aan een gevoel van liefde en dankbaarheid. En waarom? Omdat het een hoge trilling is. Het geeft je meer veerkracht. En vanuit die veerkracht ben jij sterker, ben jij fitter. Want je hebt namelijk ontspanning en inspanning. En wanneer je dieper ontspant, dan kan je ook weer meer inspannen. Dus op die manier vergroot je je veerkracht. En dat is altijd een goed idee natuurlijk. En nou, we zijn zo in het voorjaar, dus ik hoop dat er nog heel veel mooie dagen komen. Geniet ervan en neem je verantwoordelijkheid op de manier die past bij jou. Gewoon doe het. Ik wens je een fantastische dag toe. En vind je deze video leuk? Vind ik het altijd leuk als je klikt op abonneren of op like natuurlijk. Wie weet, tot de volgende keer. Doeg, een hele lieve groet van mij.